Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vanochtend vroeg zien we wolkenvelden boven Duitsland en enkele wolkenvelden boven de Noordzee. Die wolkenvelden boven de Noordzee trekken af toe langs de Noordwestkust. In de rest van het land begint de dag zonnig, maar gaan er in de loop van de ochtend enkele stapelwolken ontstaan. Het is overal droog, en vanochtend is de graad of 4. Vanmiddag wordt het dan 6 tot 8 graden. Er zijn flinke perioden met zon, maar op veel plaatsen ook een paar stapelwolken. Het blijft droog en de wind komt uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk weer op, zien we dus weer een fraaie sterrenhemel en de temperaturen dalen dan weer naar een graad of 3 à 4. In de nacht kan het plaatselijk licht vriezen en kunnen er ook mistbanken ontstaan. Die lossen morgenochtend op en daarna hebben we een stralend zonnige dag. Met alleen in het oosten en noordoosten misschien een paar hoge wolkenvelden. Het wordt 5 tot 7 graden, de wind draait naar zuidoost tot oost. Dinsdag komt de wind weer uit het zuiden, wordt de lucht iets vochtiger, iets meer wolken dan op maandag dus, maar het blijft wel droog. Woensdag en donderdag hebben we de paraplu weer nodig. Dan gaan er weer regen of buien vallen. De temperaturen gaan omhoog, richting de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl